What's up, everybody? Welcome back to another Highly Combustible Reaction. We're jumping into something. Discover the Oja Velua National Park and the Kroller Mueller Museum. Well, I guess we're going to learn about these two places today. I'm totally cool with it. We've learned about a lot of different places, museums, and such. Let's add some to the list. Let's see what we got. Let's jump in. Let's check it out together. If you guys enjoy it, obviously get over and show the Kroller Mueller Museum some love. Let's go. We zijn hier op het Nationaal Park de Hoge Veluwe, een van de oudste nationale parken van Nederland. En het gebied is ongeveer 5,400 hectare groot. Het Nationaal Park Hoge Veluwe is ontstaan uit de nalatenschap van het echtpaar Anton en Helene Kroller. En zij zijn in 1909 begonnen met de aankoop van landgoederen. En uiteindelijk heeft dat in 1935 geresulteerd in de oprichting van het Nationaal Park Hoge Veluwe. En het park bestaat uit heel veel verschillende landschappen. I was going to say, this is, it had all kinds of different things going on. When we first came in, it looked a little bit like a savanna in Africa. And then he's standing on some sort of slightly hilly, full of foresty. This has got like everything, huh? National Park Hoge Veluwe. En het park bestaat uit heel veel verschillende landschappen. Zo heb je hier heidevelden, zoals hier achter mij. Maar je hebt ook natuurlijke grasvlakten, je hebt oude cultuurlandschappen, verschillende typen bossen, je hebt zandverstuivingen. Eigenlijk kun je ons wel zien als een museum van landschappen. We zijn hier in het Kroller Mueller Museum in het Nationale Park de Hoge Veluwe. Een van de grote musea ter wereld, mag ik wel zeggen. Op het gebied van schilderkunst, van wildhouwkunst. Is gesticht in 1938 door Helene Kroller Mueller. Die natuurlijk ook het museum haar naam heeft gegeven. Zij is bekend geworden doordat ze een hele grote verzameling kunstwerken bijeen heeft gebracht. Ruim 11.000. En dat deed ze begin van de 20e eeuw. Ze begon zo rond 1906. En in de jaren 30 hield ze ermee op. En het was al heel snel, vanaf het begin, was het haar droom om een museum te laten bouwen. Dus ze verzamelde niet voor zichzelf, maar voor de gemeenschap. Dus ze wilde een museumhuis hebben, zoals ze dat zelf noemde. Om ook het publiek van al dat moois te kunnen laten genieten waar zij zo van hield. That'd be so sick to own your own museum. Be like, hey, this is my museum. Come look at all my cool old stuff. Ook het publiek van al dat moois te kunnen laten genieten waar zij zo van hield. De Hoge Veluwe is echt een park om met de fiets te ontdekken. En vandaar dat in 1975 is begonnen met witte fietsen in het park te brengen. Witte fietsen die gratis zijn voor onze bezoekers. Nou, in 1975 zijn we begonnen met 75 witte fietsen. En op dit moment hebben we er 1800, wow, waarmee mensen zeg maar al die mooie terreinen kunnen gaan ontdekken. Helene Kroller Mueller was een van de belangrijkste verzamelaars van haar tijd, privéverzamelaars. En haar grootste invloed ligt misschien wel in het feit dat ze een zeer groot aantal werken van Van Gogh heeft bijeengebracht. Kroller Mueller heeft nu zo'n 180 werken op papier, tekeningen en zo'n 90 schilderijen van Vincent van Gogh. In haar tijd was Vincent van Gogh natuurlijk nog lang niet de wereldberoemde kunstenaar die hij nu is. En je kan wel zeggen dat het feit dat zo'n belangrijke verzamelaar zoveel werken van hem kocht, ook echt heeft bijgedragen aan zijn huidige populariteit. Er zijn heel veel werken in deze collectie die echt van topkwaliteit zijn en die ook wereldberoemd zijn. Waar mensen vanuit de hele wereld ook voor komen naar het Kroller Mueller. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de werken van Van Gogh, hier hangt het beroemde caféterras wat hij in Arles heeft gemaakt. How cool is it that even though this lady is not here anymore, her legacy with this museum, her wanting to have like this place that the public can come see all of these beautiful things, it's still carried out, it's still going on. Like, that's to me mind-boggling. Just the longevity of things. Net die mooie sterrenhemel, dat is natuurlijk echt een van de bekendste werken. Maar er zijn ook fantastische werken van Seurat, van Mondriaan. Of van Picasso bijvoorbeeld.
We staan hier bij het voormalig buitenhuis van de familie Kruller, het jachthuis Sint Hubertus. Een ontwerp van Berlage, een bekende Nederlandse architect. En Berlage is jarenlang huisarchitect geweest van de Krullers. Hij heeft dat bijna 10 jaar gedaan. En dit gebouw heeft hij ook in volstrekte symmetrie gebouwd. En de basis was eigenlijk de Hubertus-legende. Want als je het gebouw van bovenuit zou bekijken, dan zie je de twee vleugels in de soort vorm van een edelhertengewei. En in de toren zie je ook een kruis verwerkt. De beeldentuin van het Kruller-Müller Museum is in 1961 geopend. En dat was een grote droom van Bram Hammacher. Dat was directeur, eigenlijk de eerste directeur na Helene Kruller-Müller. En hij heeft het verzamelbeleid veranderd van schilderkunst. Helene heeft voornamelijk een beroemde collectie schilderijen bijeengebracht. En hij heeft het veranderd, accent veranderd in beeldhouwkunst. En wat hij wilde was een verzameling moderne beeldhouwkunst bijeenbrengen als een soort parallel van de collectie schilderkunst van Helene Kruller-Müller. Een hele belangrijke is het beeld Wolkenherder van Hans Arp. Maar bijzonder was ook dat er van Lieverlee ook werken speciaal werden ontworpen voor deze tuin. En het eerste voorbeeld daarvan is de drijvende sculptuur, sculptuur flottante van Martha Pan. De laatste grote aankoop voor de tuin is een werk dat getiteld is La Saison des Fêtes van de Franse kunstenaar Pierre Wieck. En dat is eigenlijk een tuin in een garden within a garden. En in die tuin staan planten die allemaal op de een of andere manier verbonden zijn met een feestdag of een herdenkingsdag. En die planten komen dus in de loop van het jaar tot bloei. En daarmee komen ook iedere keer die feestdagen en herdenkingsdagen weer onder. That's really cool. Nou, je moet naar het Kruller-Müller komen omdat je daar echt topwerk uit de moderne beeldende kunst kunt zien. Werken die je vaak ook wel kent van posters en allerlei andere afbeeldingen die je overal tegenkomt en die je hier dan het echt kunt zien. En daarbij is natuurlijk de prachtige omgeving ook een hele prettige plek om naartoe te gaan en ook tot rust te komen en bij te komen. That's seriously really like a whole little conglomeration of art there. You got a whole landscape museum. You got like the paintings, the sculptures, just like the history. Yeah, that's definitely a place to visit for sure. If you guys enjoyed it, get over and show the Kruller-Müller Museum some love. We're already subbed up. We've already smashed the like button. You should too if you enjoyed this. Right there inside the description. Hit the like button here if you liked it. The dislike button, but I won't believe you. Check out the other video over there. Till the next one, highly combustible. You guys be happy, healthy, safe. I love you to the moon and back. Peace.